kijkersvraag. Tijmen de Meer uit Den Haag vraagt: wat maakt het programma Kitchen Impossible zo bijzonder? Nou, Tijmen, dat komt eigenlijk vooral door de deelnemers die erin zitten. Het zijn 8 mensen met beperkingen die normaal gesproken heel erg te horen krijgen van: droom jij maar niet te veel, doe jij maar simpel werk. En die gaan nu juist proberen echt heel hoog culinair niveau klaar te stomen voor een echte baan in de horeca. En als je het programma bekijkt, dan begrijp je waarom zij bijzonder zijn. Je gaat echt van ze houden, de dingen die ze meemaken. En dat ze toch elke keer weer die lat hoger leggen en het elke keer weer doen. Dus dat maakt het bijzonder. Kim van Dam uit De Goorn vraagt: vind je koken zelf ook leuk? En als je kookt, wat kook je dan het liefst? Nou, ik vind het vooral eten heel erg leuk. En ik ben er graag bij als anderen koken met een glas wijn. Maar ik hou vooral heel erg van proeven en smaken. En dus ik kook zelf eerlijk gezegd niet zo heel veel. En als ik kook, dan is het vrij praktisch. Stel dat ik een keer alleen eet, dan stoom ik wat broccoli, bak ik een visje, een beetje noten erbij of wat rijst. En dan is het wel klaar. Lisa Tegelaar uit Zwanenburg vraagt: je bent een grote kinderliefhebber. Zou je zelf overwegen om een kindje met een lichamelijke of geestelijke beperking te adopteren? Nou, dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit over nagedacht. Ik heb net 1 dochter die nu 10 maanden is en daar heb ik mijn handen vol aan. Dus dat is niet echt iets dat in mijn leven speelt. Sowieso niet adopteren. Maar ik denk wel heel vaak dat als wij een kind zouden krijgen met een beperking, dan zou ik dat ook wel... Dan denk ik, hij of zij kan misschien beter bij ons opgroeien. We kunnen het ons permitteren om daar ook goede zorg omheen te organiseren. En ons leven zo in te richten dat je daar ook echt de tijd voor kunt nemen. Dus wat dat betreft zie ik dat wel dat zou kunnen. Maar dit nogmaals is niet echt iets dat nu in mijn leven speelt of waar ik mee bezig ben. Maud van Leeuwen uit Zaandam die vraagt: in je nieuwe sportschool bied je ook kinderoppas aan. Komt jouw eigen kindje hier straks ook een aantal keer langs? Nou, vast wel. Die opvang is het eigenlijk, of oppas is het inderdaad. Het is voor kinderen van 1 tot 5 eigenlijk. Dus eigenlijk mag Bobby daar ook niet bij. Maar het is natuurlijk wel bedacht zodat ik haar daar af en toe ook kan brengen. Dat ze ook daar al een beetje leert klimmen, spelen, klauteren. En het wordt een actieve oppas daar. Fred de Pijp uit Vlissingen vraagt: in februari ga je theater in samen met Pieter van de Hogeband. Waarom heb je ervoor gekozen om op deze manier je kennis te delen over mentale kracht en succes? Nou, dat was eigenlijk vooral een idee van Pieter van de Hogeband. Die had ooit bedacht, nadat hij zelf al die Olympische medailles gewonnen had, van hij leerde eigenlijk heel erg van de kennis van andere mensen. En daar heeft hij een stichting omheen gebouwd. Dan nodigt hij wetenschappers uit en topsporters. En dan nodigt hij publiek en het bedrijfsleven uit om daarvan te leren. Dus ik heb er eigenlijk vooral voor gekozen om daar deel van uit te maken. De avond te presenteren, een beetje te interviewen hier en daar. En vooral heel veel te leren van de sprekers die daar komen. Dus ik ben er zelf bij en ik ben er volop aanwezig. Maar ik denk dat het kennis delen vooral van de wetenschappers komt.